Geachte leden van de raad van de gemeente Hardenberg, van harte welkom hier op deze raadsvergadering van dinsdag 3 oktober 2017. De gemoederen zijn opgelopen in Den Haag, maar laten we hopen dat hier de gemoederen, de energie, laat ik zo zeggen, de energie in de goede richting wordt geduwd vanavond met een mooi agendapunt op deze raadsagenda, de energietransitie Hardenberg. Ook welkom aan de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En ook mensen die ons via de moderne media volgen, van harte welkom op deze raadsvergadering. Ik open de vergadering met mededeling van de afwezigheid van de heer Bak van de VVD-fractie. En tegelijkertijd kijk ik ook even naar de VVD-fractie, heel bijzonder in de richting van mevrouw Hansen. U had aangegeven toch ook nog een verklaring in deze raad te willen afgeven. En dat mag u vanaf die plaats doen, dat lijkt me prima. De vergadering is geopend. Het woord is aan mevrouw Hansen. Dank u wel. Geachte raadsleden, college en gewaardeerde inwoners van Hardenberg. Graag geef ik een toelichting op mijn besluit, mijn recente besluit, om mij aan te sluiten bij de VVD Hardenberg. Om gezamenlijk op te komen voor het liberale en democratische gedachtegoed in deze mooie gemeente. U weet als geen ander dat ik me vanaf 2013 met hart en ziel ingezet heb voor het openbaar bestuur in onze gemeente. In de hieropvolgende jaren hebben wij als gemeenteraad met elkaar in onze raadsvergaderingen en in de besluitvorming mede vormgegeven aan de koers van Hardenberg. Ik, samen met mijn collega als oppositiepartij. Gezamenlijk hebben we de nodige reuring gebracht en zijn we met diverse alternatieven gekomen om de plannen van het college beter te maken en aan te vullen. Alternatieven die het voor Hardenberg beter maken, want daar gaat het ons om. In de achterliggende periode ben ik tot de conclusie gekomen dat ik me niet langer kan vereenzelvigen met de koers van D66 Hardenberg. En ik heb het besluit genomen de partij te verlaten. Een dergelijk besluit gaat altijd gepaard met hart en zeer. En na veel wikken en wegen heb ik besloten trouw te blijven aan mijn eigen overtuiging en mijn eigen passie te volgen. Gelukkig heb ik binnen de gemeenteraad van Hardenberg goed en constructief samengewerkt met andere partijen. Hierdoor ben ik vertrouwd geraakt met veel collega's. En in de VVD Hardenberg heb ik een partij gevonden die goed aansluit bij mijn opvattingen en bij de beelden voor de toekomst van de gemeente. Maar ook waar ik mezelf kan ontwikkelen op de punten die voor mij zo belangrijk zijn. Met elkaar zetten wij ons in voor een liberaal democratisch Hardenberg. Ik vertrouw er dan ook op dat we gezamenlijk blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het openbaar bestuur voor Hardenberg en voor onze inwoners. Tot zover. Kort, dank u wel voor de mededeling die u doet. Daarmee ordent u het ook hier in deze raadzaal nog eens even. Het is al in het nieuws geweest. Dank daarvoor in ieder geval. Ik ga over naar agendapunt 2. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dat brengt ons bij agendapunt 3, vaststelling van de agenda van vanavond. Zoals gezegd, 1 bespreekstuk op de agenda. U bent daarmee akkoord, begrijp ik. Dat is het geval. Dat brengt ons dan bij agendapunt 4, het spreekrecht over de agendapunten. En bij de griffier hebben zich 2 personen gemeld. De heer Makkinga namens Lutte Leeft en de heer Noord uit de Krim. En in die volgorde zou ik ook hen het woord willen geven. Dus als eerst de heer Makkinga namens Lutte Leeft. Ik zou hem willen vragen achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Maximaal 5 minuten. Even de knop indrukken en dan is het woord aan u. Dank u wel, voorzitter. Geachte gemeenteraad en college van gemeente Hardenberg. Namens de initiatiefgroep Lutte Leeft mag ik u informeren over het initiatief Zonnepark Lutte. Ik ga u niets wijzer maken over de technieken en inpassingen van een zonnepark, simpelweg om de reden dat wij daar nog onvoldoende kennis van hebben. Wij zitten in een informatiefase en advies inwinnen. Wat wij vanavond wel willen bereiken, is u overtuigen dat Lutte Leeft de partner is om een pilot mee aan te gaan zoals het college heeft voorgesteld. Ik neem u daarin wel even mee terug in de tijd waar wij als nieuwe initiatiefgroep Lutte Leeft hebben ingeschreven voor de wedstrijd meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg. Lutte Leeft heeft in 2015 deze prijs gewonnen. Zijn wij daarmee de meest duurzame kern? Zeker niet.
maar de ambitie is er zeker. Daar is ons duurzaamheidsplan op gebaseerd. Een plan tot 2040, waarbij genoemde doelstellingen en initiatieven bijdragen om de meest duurzame kern van Hardenberg te zijn en te blijven. Sinds het winnen van deze wedstrijd is het hard gegaan en de trein loopt steeds sneller. Buiten de vele kleine activiteiten die er zijn gerealiseerd, is er het afgelopen 2 jaar veel gerealiseerd. Een Matriotenweek. Jaarlijks een muziekfestival onder de naam Lutten Live. Een buurtkamer, meer generatiehuis is ingericht met wekelijkse activiteiten. Er is afgelopen week een nieuwe brede school geopend, die volledig duurzaam gebouwd is. Ook hier heeft Lutten Leef zijn bijdrage geleverd. Coöperatie bouwontwikkeling opgericht, Lutten Bouwt, die momenteel in eigen beheer 8 woningen aan het bouwen is. Hier worden status- en levensbestendige woningen gebouwd, die samen met de koper zijn ontworpen. De vlag staat inmiddels hoog in top. Al met al zijn wij dus ook echt aan het doen wat we hebben beloofd in 2015. Een goede, betrouwbare partner dus. Een van de visies is participatie. Een mooi voorbeeld is een nieuw initiatief Lutten Kijkt Vooruit, wat wij hebben georganiseerd op 9 november. Duurzame energie past volledig in ons duurzaamheidsplan. Vandaar dat wij ruim 1 jaar geleden het initiatief hebben genomen om te kijken naar het plaatsen van zonnepanelen in of rondom Lutten. Collectief inkopen was het eerste plan, maar toen kwam al snel de mogelijkheid van de postcode-roos. Eerst op daken, maar dat was onvoldoende haalbaar door afwijzing van eigenaren. Daarna is het zonnepark in het veld ontstaan en zijn wij alleen maar enthousiaster van geworden. We hebben samen met de provincie gekeken naar mogelijkheden om een park te realiseren. Er zijn 2 bezoeken geweest aan het provinciehuis, waarbij de laatste met een begeleider maatschappelijke initiatieven en een landschapsarchitect. Er blijken veel verschillende manieren van ontwikkeling te zijn en willen daar graag verder onderzoek naar doen. Wij willen niet alleen een persoonlijk gewin voor de deelnemers, maar ook voor een maatschappelijk gewin. Er is door Lutten Leeft inmiddels een LEI-subsidie aangevraagd, een lokaal energie-initiatief. De provincie ondersteunt maatschappelijke duurzame initiatieven als ons zonnepark. Wij kijken naar maatschappelijk verantwoord inpassen in de omgeving. Een kleinschalig zonneveld dat past bij een landschap op schaal. Er zijn plannen in ontwikkeling om wandelpaden in en om Lutten uit te breiden, waarbij ook gesprekken lopen met het waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel. Het idee is om een wandelpad aan te laten sluiten rondom het toekomstige zonnepark, zodat geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden en tevens kunnen genieten van een wandeling. Ook wordt er gekeken naar meervoudig ruimtegebruik, door bijvoorbeeld het laten grazen van kudden schapen of het plaatsen van bijenkasten. Lutten Leeft wil bewoners in en rond Lutten betrekken bij het uitwerken van een zonneveld, om zo ook draagkracht te creëren. Participeren dus. Komende week hebben we geïnformerende gesprekken gepland met een aantal buren rondom de locatie. Al is draagkracht al eerder gepolst tijdens de jaarvergadering. We krijgen tips om bijvoorbeeld een 3D-animatie de invloed in de omgeving vorm te kunnen geven en zo samen met de buurtbewoners en een landschapsarchitect de inpassing te ontwikkelen. Lutten Leeft is in content met het voorstel van het college om van het zonnepark Lutten een pilotproject te maken. Wij willen daar graag een partner in zijn. Wij willen dat als ambitieuze Luttenaren onder de projectnaam Lutten Levert graag met u zijn en zullen ons naar RATO inzetten om daadwerkelijk de meest duurzame kern van Hardenberg te worden. Wij willen graag morgen aan de slag. Lutten Leeft, zeg daar maar eens nee tegen. Dank u wel. Dank u wel. En Mark, ik ga voor uw verhaal. Ik kijk even rond of er vragen zijn voor u. De heer Roldemond, D66. En de heer Roelofs, de heer Roldemond. Voorzitter, dank u wel, meneer Makkinga. Ik wil beginnen met u te complimenteren voor al die activiteiten die u samen met de inwoners van Lutten uiteraard doet om duurzaamheid te promoten in deze gemeente. Ik vind persoonlijk dat
uw dorp en uw inwoners daarvoor een voorbeeld zijn voor de rest van onze gemeente. Ook al gebeuren daar ook heel veel mooie initiatieven natuurlijk. Ten aanzien van het zonnepark even één vraag met betrekking tot het grondgebruik. Er wordt nogal vaak gesproken, ook in deze raad, over het verschralen van grond onder de zonnepanelen. En daarmee dus een soort van vernietiging van mogelijk kwetsbare landbouwgrond. Of in die zin dat duurzaamheid daarmee een mes is dat aan twee kanten mogelijk snijdt. Kunt u daar even kort op reageren wat de beelden zijn die in Lutten daarover leven? Nou, daar hebben we het inderdaad over gehad met de afgelopen bespreking bij het gemeente of het provinciehuis. Echt exacte cijfers daarvan zijn er niet, omdat er nog geen project bestaat waar al 25 jaar staat. De hoogte van de panelen, het plaatsen van panelen is van invloed, hebben wij begrepen. En de stand en hoe richt je een zonnepark in? Je hebt een mogelijkheid tot oost-west of zuid opstelling, dat is ook van invloed. Dus daar kijken we wel zeker naar. Dat is voor ons ook belangrijk, want we hebben het inderdaad ook over het laten grazen van schapen. Ja, dan moet je inderdaad wel gras hebben. Akkoord. Volgens mij hoeven we hier niet nu nog verder op in te gaan, want het is voor een deel ook uitwerking. Dus dat aan de orde komt, wellicht. De heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Ook respect van deze kant voor de plannen die u allemaal ontwikkelt, heel goed. Waar ik specifiek nog even een vraag over had, is over het draagvlak, wat u al even noemde. U zei, we hebben het besproken in de jaarvergadering. Maar ik ben ook vooral benieuwd wat u hierna gaat doen om dat draagvlak voor elkaar te krijgen. Want dat is wel een van de grote uitdagingen rondom grootschalige energieprojecten wat mij betreft. Ja. We hebben met het duurzaamheidsplan hebben we een onderzoek gedaan. Dus daar is het zonnepark of collectief inkomen destijds nog aan de orde geweest. Nou, meer dan 50% zei toen, wij willen graag deelnemen. Of in ieder geval, we staan erachter. We hebben inderdaad bij de jaarvergadering van Plaatsen Belang Lutten hebben we de leden gepolst. En eigenlijk was op een enkeling na voor het project. En ja, nadien, wij willen tijdens dat project, als we met elkaar kunnen besluiten, we gaan ervoor. Dan gaan we de inwoners zeker betrekken bij het project. Om zo draagkracht te creëren en te behouden. Okay, nadien, we willen het zonnepark aantrekkelijk maken. Dus niet alleen maar een park, maar ook waar je omheen kunt lopen en kunt zien wat daar gebeurt. Akkoord. Dank. Voldoende begrijp ik van de heer Roelofs. Geen andere vragen op dit moment. Dan wil ik u bedanken. En wens ik u veel succes met de verdere uitwerking van de plannen in Lutten. Graag gedaan. Dank u wel. Dan maar gelijk door naar de heer Noord uit de Krim. We houden hier alles in de benen. Ook voor u geldt maximaal 5 minuten. En u mag ook van achter het spreekgestoelte spreken. U heeft het volgens mij al eerder gedaan, dus u weet hoe het werkt. Aan u het woord. Dank u wel. Geachte bestuur, geachte raad. Mijn onderwerp is groen, economisch voordelig voor, vraagteken. En ik ben heel positief geraakt door het project Lutten. Ik wou dat ik in Lutten woonde. Ik heb een elektrische auto aangeschaft namelijk. In grootschalige projecten met aanbestedingen volgens Europese richtlijnen loopt de burger een verloren race. In bezwaar tegen plantschade weegt het algemeen belang altijd zwaar. Daarom is het mij verboden een extra investering in een 220 volt incidentele laadvoorziening te gebruiken. 595 heb ik daar extra voor betaald bij het aanschaf van mijn auto. Uit een dreigende dwangbevel in twee fasen van Beter Wonen Vegdal wil ik het volgende noemen. Aansluitend aan mijn 5 minuten wil ik beide brieven wel volledig voorlezen of per mail inbrengen. Maar ik houd hierbij een korting. De laatste brief van 28 september. Verwijderen elektrische laadpaal. U heeft op 8 september een aanvraag ingediend zonnepanelen middels formulier klussen in uw woning. Op 22 september heeft u per brief onze weigering ontvangen. Uit die brief van 22 december, de aangevraagde ZAV,
zonnepanelen en laadvoorziening vanuit mijn schuur of vanuit laadruimers, scootmobiels, tussen haakjes, zijn beide geweigerd. Het laatste omdat dit grondgebied van Beter Wonen publieke ruimte is. Ik kan navragen bij meneer J. Schoenmakers. Dan weer naar 28 september. We hebben u verwezen naar de gemeente. Dat was dwars van de voorgestelde personen ben ik uiteindelijk bij de heer Sandro Vlug terechtgekomen. In dat onderhoud bleek dat afhankelijk van provinciaal onderzoek en Europese aanbesteding zeker voor 2018 geen laadpaal in de krim komt. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid dat ik een elektrische auto gekocht heb. Uitroepteken. Van hem heb ik begrepen dat eerdere aanvragers ook al hebben afgezien. Dus zijn er auto's aangeschaft die zo'n 350.000 kilometer niet fossieloos rijden. Voor mij was het wel een weloverwegen beslissing. In Meppel, waar ik die auto gekocht heb, garandeert Allegro dat binnen 200 meter van de woon- of werklocatie een publiek laadpunt geplaatst wordt. Ik kan nog wel even iets tussen haakjes erbij vermelden, maar dat laat ik dan wel. Gebaseerd op die informatie verwacht ik niet in de Krim, dat in de Krim zou gelden, waar geen wil is, komt ook geen weg. Dus kan ik mijn 595 laadsticker niet gebruiken. Allereerst bleek mijn buitentoekcontact over een lichtschakelaar ging. Voor een leek levensgevaarlijk. Dat heb ik gelukkig voorzien en ik heb die draad eruit getrokken. Dus vanuit de keuken heb ik een trekontlasting voorzien. Ongebruikt stroomloos. 3500 watt verlengsnoer gespannen naar een boom voor de deur. Daardoor is het buiten bereik van derden. Bovendien heb ik de contrastekker in een afsluitbare postbus gestopt. Gisteren, 2 oktober, zou gecontroleerd worden of ik dat weggehaald zou hebben. Op 30 september heb ik passende actie ondernomen, zodat ik nu de voorziening telkens opnieuw moet uitrollen, met alle risico's van dien. Er werd ook nog vermeld dat de brief aangetekend zou worden verzonden voor de zekerheid dat ik het echt zou ontvangen. Die is 2 dagen na de verloopdatum erin genoemd, dat is dus vandaag, de verloopdatum was 1 oktober, niet aangekomen. Meneer Noord, ik onderbreek u even. U heeft nog een minuut ongeveer. Ja. Heeft u ook een specifieke vraag? Ja, de overheid. De gemeenteraad, wellicht. Nou, de vraag die ik van de gemeenteraad heb, eigenlijk in principe, is dat voor de energietransmissie in het algemeen, eigenlijk de projecten zoals Lutte, ik zal aan het eind doen, een vereniging opgericht wordt, een beetje naar voorbeeld van Lutte, waar zowel particulieren als bedrijven in kunnen participeren. En dat zou een belangenvereniging moeten zijn zonder winstoogmerk. Want dan heb je heel veel, ik heb vorige keer al gesproken over meer wind in Nieuw-Vennep, dan worden heel veel drempels geslecht. En eigenlijk, ik heb over de praktische uitwerking en doelstelling ook al jaren nagedacht, uitgaande van dat meer wind. En dan zou naar het model van meer wind en het groene stroomproject van Storm, die met fossieloze race rondom de wereld gegaan zijn met een motor, dat die accu's die ze daarvoor ontwikkeld hebben, die modulaire accu's van 1,4 kilowatt, die zouden heel mooi kunnen gedistribueerd worden, zodat het grote probleem van een zonnepark, een grote DC-omvormer voor nodig hebt, een heel groot transformatorhuis met herrie en overlast, zou je voorkomen door gewoon DC te laden naar accu's. En die
Dus ik ga u even onderbreken. U vraagt eigenlijk de initiatieven zoals net werd omschreven door Lutte Leeft. U zegt van er zouden er nog veel meer van dat soort initiatieven breder moeten komen. En dat, die oproep doe ik aan de gemeenteraad om daarnaar te streven. En het liefst zou u dat natuurlijk zien ook in de Krim. Begrijp ik. Heel graag ook daar willen. Ja, hij is uit. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn voor u op dit moment. Mevrouw Kloekhorst. En volgens mij was u ook op zoek naar een laadpaal voor de Krim. Maar die is er dus geweigerd in dat gesprek. En ik denk dat dat een reden is. Er is in de hele omtrek van de Krim in geen 10 kilometer een officiële laadpaal. En er is een aanbesteding op komst. Dat zal wel 2018 worden. En natuurlijk is zo'n laadpaal in een gebied waar bijna niks is, dat is een gunstige plaats om mee te nemen in de aanbesteding. Akkoord. Commerciële belang. Ja, commercieel belang. Ja. Anderen nog? Dat is niet het geval. Ja, sorry, de heer Roemond. Voorzitter, dank u wel. Even een aanvullende vraag. Mogelijk heb ik het tussen de regels door gemist. Maar u wil dus bijvoorbeeld ook in de Krim, uw eigen woonplaats, dergelijke initiatieven van de grond tillen, zoals die zojuist in Lutten in ieder geval zijn gepresenteerd. Merkt u ook op, en vergeef me de woordspeling, dezelfde energie in de Krim om dit soort dingen te realiseren, zodat het ook kansrijk is? Want u doet nu deze oproep hier, maar ziet u het ook in de samenleving daar bijvoorbeeld terug? Nou ja, ik woon ook net te ver van de Krim om met dit project mee te participeren. Maar de gedachte die ik heb, dat is een heel groot landelijk breed project. En ook in die vereniging zou ook met grensoverschrijdend kunnen zijn met Duitsland. Zodat een heleboel ambtelijke belemmeringen weggenomen worden, want de macht van een groot aantal mensen is veel meer als commercieel belang. Akkoord, voldoende, heer Roldemont. Ja, ik begrijp, dat is het geval. Oké, dank u wel voor uw toelichting op de vragen. En daarmee kunnen we dit onderwerp, agendapunt 4, spreekrecht agendapunten afronden. En komen wij bij het vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 12 en 19 september. Er zijn geen opmerkingen gemaakt, ook nu niet, constateer ik. Dat betekent dat we de besluitlijst definitief kunnen maken. De bespreekstukken van vanavond. 1 bespreekstuk, de energietransitie Hardenberg. U heeft de insprekers er al over gehoord. 20% 2023 en 30% in 2030. Oriënterend al over gesproken. Ik wou het stuk in bespreking geven. Ik ga ervan uit iedere fractie hier wel een bijdrage aan wil leveren. Dus op volgorde van grootte, maar wou ik dit onderwerp behandelen. Te beginnen bij de fractie van het CDA. Heer Roelofs, aan u is het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben het vanavond over energietransitie, 20% in 2023, 30% in 2030. In de oriënterende ronde bleek maar weer eens hoe dit onderwerp leeft. En ook vanavond hebben we weer insprekers gezien, die waren er ook al in de oriënterende ronde. En de publieke tribune zit ook weer vol. Het gaat over windmolens, zonnepanelen, draagvlak, participatie. In het voorstel wordt in de inleiding gesproken over een tweesporenbenadering. Het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen en grootschalige duurzame energieproductie binnen onze gemeentegrenzen. Verderop in het voorstel gaat het vooral over duurzame energieproductie. Dus mijn eerste vraag zou zijn, hoe gaat u zorgen dat de doelstellingen op het gebied van besparing gehaald worden? Want dat gaat in een stuk eigenlijk verder verloren. Dan over de energieproductie. Als eerste, wij zijn als CDA-fractie zeer terughoudend met grootschalige zonneparken op landbouwgrond. Er is nog veel ruimte op daken, bijvoorbeeld bij agrariërs. Daarnaast is het bodemleven cruciaal voor biodiversiteit. We zijn zuinig op onze leefomgeving, die we ook door willen geven aan de generaties na ons. Daarom komen we hierbij met een motie, waarvan ik het dictum voordraag. Draagt het college op om bij de keuze voor projecten in het buitengebied terughoudend te zijn met de optie voor het inzetten van landbouwgronden. Voor de uiteindelijke beslissing altijd deze plannen voor te leggen aan de gemeenteraad.
samenwerking te zoeken met partners als Stimulant en LTO om bedrijven te motiveren zonnepanelen te plaatsen op daken, zoals bijvoorbeeld de regeling van boeren met zon. Deze motie wordt mede ondertekend door de ChristenUnie en GroenLinks. Akkoord, deze motie gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging nummer 1. Dank u. Het zou goed zijn om in overleg met de netwerkbedrijven onderzoek plaats te laten vinden naar de infrastructuur. Om de opgewekte energie te distribueren of wellicht te bufferen, wat meneer Noord ook al aangaf. De infrastructuur zou kunnen helpen om zonneprojecten eerder rendabel en dus aantrekkelijker te maken. En daarmee zouden ook kleinere projecten eerder interessant kunnen zijn voor mensen. Dus helpen we elkaar om die doelstellingen te bereiken. Dan over windmolens. Het draagvlak voor windmolens is beperkt. We besluiten vandaag niet of er windmolens in Bergentuin komen. Het behalen van de ambities met windmolenplannen is een levensgrote uitdaging. Inwoners maken zich zorgen over hun directe leefomgeving. Daarom is het goed dat nog eens uitgelegd wordt aan de toehoorders en de kijkers, want we zien de zorgen om ons heen, wat dit voorstel nou direct betekent voor de inwoners van onze gemeente. Daarbij wil ik opmerken dat essentieel is voor het slagen van grote projecten op het gebied van duurzame energie, draagvlak en participatie zijn. Je zag ook in het voorbeeld van Lutte dat er heel veel aandacht aan besteed wordt en dat het eigenlijk tot nu met grote interesse wordt gevolgd en ook enthousiast wordt ontvangen. Ik denk dat dat een voorbeeld kan zijn. Dat brengt me bij het belangrijkste punt in het geheel. Communicatie. Grootschalige projecten hebben een effect op de directe leefomgeving van mensen in onze gemeente. Communicatie begint direct bij de eerste plannen van een project. Uw fase 0, of misschien nog wel eerder. Gebruikt hierbij onder andere het document van meneer Rietveld van de NLVOW als hulpmiddel. Die was hier de vorige keer als inspreker. We zullen ingediende plannen die voorgelegd worden aan de raad ook actief op communicatie blijven beoordelen. Voorzitter, we hebben op 14 november een raadsbijeenkomst gepland om samen te kijken naar een innovatie op het gebied van de opwekking van windenergie. Juist daar is veel te winnen. Het CDA is zeer geïnteresseerd in innovatieve projecten op dit gebied. We zijn dan ook blij met de verwijzing naar innovatie en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking en verwachten dat het college deze ontwikkelingen actief volgt en de raad hierover geïnformeerd houdt. Onze doelstellingen zijn ambitieus. Innovaties zijn noodzakelijk om deze ambities binnen de gestelde kaders te halen. Duurzame energie moet iets zijn van ons samen. We moeten oplossingen kiezen die de beste balans vinden tussen ambities, bijdragen aan onze doelstellingen, commercie en de belangen van onze inwoners. Afsluitend nog een aantal vragen. Gaat onze beschikbare infrastructuur consequenties hebben voor mogelijk toekomstige projecten met zonnepanelen? U heeft in het voorstel een afwegingskader geplaatst. We zouden ook graag inzage hebben in voorstellen die niet door de toetsing heen komen, om ook inzicht te hebben in de juistheid en volledigheid van deze randvoorwaarden. Het doel zou moeten zijn om met elkaar zoveel mogelijk initiatieven te ontplooien. Kunt u ervoor zorgen dat we inzage krijgen in alle voorstellen? En voor de volledigheid, ik noemde in het begin ook al even, hoe gaat u zorgen dat de doelstellingen op het gebied van energiebesparing gehaald gaan worden? Dank u wel. Kort, dank u wel. Mevrouw van den Hoek heeft een vraag voor u. Dank u wel, voorzitter. Het laatste wat u zei, dat wij ergens inzage in moeten hebben van de afgewezen initiatieven. Bedoelt u dan de raad dat wij dan iets moeten herijken, opnieuw moeten bekijken? Wat wilt u? Nou, we stellen met elkaar, dank u wel voor uw vraag, voorzitter. Wat ik probeer aan te geven is, we stellen hier kaders vast en de projecten die worden aangemeld worden getoetst aan die kaders. Maar het kan dus ook zijn dat projecten al bij die kaders niet meer doorgaan, omdat ze de criteria niet halen. Nou, ook van die projecten zou ik graag willen zien waarom ze zijn afgewezen en dan kijken of er mogelijkheden zijn om die projecten alsnog te realiseren en om misschien de mensen die de plannen inbrengen te helpen bij het realiseren van die plannen in misschien iets gewijzigde vorm. Voorzitter, mag ik hierop liggen? Dat vind ik toch enigszins wat lastig wat u daar neerlegt. Ik snap dat wij daar een kaderstellende rol in hebben. Maar als wij een dubbele toetsingskaart iets moeten doen als raad, dan gaan wij opeens over individuele casuïstiek. Is dat wat u beoogt? Of geef een opdracht mee aan de ambtenaar, de afgewezen procedures, te kijken wat we anders hadden kunnen faciliteren om het tot stand te brengen. Want dan zie ik hem toch anders dan u. Dank voor de gelegenheid om het nog een keer toe te lichten. Ik denk dat het belangrijk is. Het gaat erom dat wij hier kaders vaststellen om duurzaamheid te realiseren, om projecten in te dienen. Maar we moeten daar wel kritisch op blijven. En wie zegt dat die kaders na verloop van tijd niet kunnen wijzigen, betekent niet dat elk voorstel de raad zou moeten halen. Het betekent wel dat we willen weten welke initiatieven er zijn. En dat we misschien, of namens de gemeente of met ambtenaren,
kunnen kijken hoe we projecten die in eerste instantie misschien niet onze kaders passeren, of we toch een vorm kunnen vinden om ze wel te realiseren. En ik denk dat we dan zo goed mogelijk bezig zijn om onze duurzaamheidsambities te halen. Dat is wat ik bedoel. Voor dit moment voldoende. Nog een vraag. Meneer Roelofs. Ja, ik moest even. Het gaat. Ja. Het gaat. En nu het woord. Meneer Roelofs, gaat het CDA die bijeenkomst organiseren voor die innovatieve windturbine? Ja, als het goed is, heeft hij een uitnodiging gehad. Het is geen CDA-bijeenkomst, het is een raadsbijeenkomst. We hebben daar onder andere sprekers voor uitgenodigd om de raad te informeren over de mogelijkheden op het gebied van windenergie. Dat is wat er gebeurt. Dus het is geen CDA-bijeenkomst. Nou, dus ik heb zo'n uitnodiging nog niet gehad. Dus, Dan zal die zeker op korte termijn volgen. Uit de betrouwbare bron heb ik zojuist van de griffieren begrepen dat er vanavond de agendacommissie is geweest en dat het daar aan de orde is geweest. Daar is besproken om op 14 november een bijeenkomst te organiseren. Kijk, dan was ik iets beter gehoopt. Ik wist je genoeg nu om er wat over te zeggen, maar de uitnodiging komt dus nog. Nou, dank voor de hulp. Daar heb ik hem vast verklapt, maar dan kunt u hem alvast noteren in uw agenda. Het is een bijeenkomst die vanuit de raad wordt georganiseerd. Ja. En iedereen is daar van harte welkom. Mag ik voorstellen om door te gaan naar de volgende spreker? U heeft nog een vraag voor voorzitter, ja. De heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Meneer Roelofs, u stelt in uw betoog dat we zuinig moeten zijn op onze leefomgeving. Dat onderschrijf ik van harte. En tegelijkertijd bespeur ik, maar misschien zit ik mis, ik hoop dat ik mis zit, dat er enige drempels worden opgeworpen ten aanzien van de opwekking van grootschalige energie. Ten aanzien van de zonnepanelen heeft u het over de landbouwgrond die daaronder ligt. En ten aanzien van de windmolens het draagvlak onder onze inwoners. Kunt u daar iets meer duiding aan geven voor mij? Omdat het ook in de beantwoording van bijvoorbeeld Lutten Leeft duidelijk werd dat er ook andere mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen op landbouwgrond, zodat de grond daaronder niet zodanig wordt beschadigd, tenminste hoogschijnlijk. Met plezier. Dank u voor de gelegenheid. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om grootschalige energieprojecten te realiseren. Daarvoor kun je heel makkelijk zeggen, we hebben een groot aantal landbouwgronden en die zouden we makkelijk vol kunnen leggen. Maar we denken dat daar niet de oplossing zit. Dat de oplossing meer zit in de houdbare voorstellen. En dat zijn, misschien zijn het windmolens, misschien zijn het zonneparken, maar dan moet je niet van tevoren alle gronden beschikbaar stellen. Ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn op innovatie. En zeker als je naar zonnepanelen kijkt, je ziet ook een aantal projecten die al genoemd zijn, staan ook regelmatig in de media. Er worden grootschalige energieprojecten gerealiseerd op daken. En we denken dat dat de volgorde moet zijn. We beginnen met daken en daarna kijken wat er verder komt. Nou, in windmolens is genoeg over gezegd, dus daar bent u ook van op de hoogte. Goed, dank u wel. Voldoende. Ja, dank. Dank aan de heer Roelofs. Geen vragen meer. Gaan we naar de fractie van de ChristenUnie. En ik zie de heer Mulder een beweging maken. In de richting van het spreekgestoel. Het woord is aan de heer Mulder. Dank u wel, voorzitter. De energietransitie in Hardenberg. We hebben inmiddels een aantal bijeenkomsten gehad met raad en één met de bevolking over de energietransitie en te komen tot de gemeentelijke doelstellingen. De doelstellingen zijn ambitieus van deze gemeente. Meneer Roelofs die refereerde er net ook al aan. 14% in 20, 20% in 23 en 30% in 2030. Energieopwekking. En lezende het voorstel, dienen er nog een fors aantal stappen gezet te worden, willen wij aan deze doelstellingen voldoen. Maar zoals in de inleiding van dit raadsvoorstel is verwoord, dat al ver voor het bereikte klimaatakkoord in Parijs, werd in onze gemeente al hard gewerkt aan de totstandkoming van projecten en uitvoeringsmaatregelen. In het voorstel wordt aangegeven dat dit gaat vanuit het oogpunt van rentmeesterschap. Hoe geven we de aarde door aan volgende generaties? Dit is de ChristenUnie uit het hart gegrepen. Wij zijn het eens dat met het rentmeesterschap een zware verantwoordelijkheid op ons ligt. Voor ieder politiek bestuur, of het nu rijk, provinciaal of gemeentelijk is. Voorzitter, het raadsvoorstel wat nu voor ligt. De besluiten die worden voorgesteld kunnen wij ons in vinden. Maar ook waarop wordt ingezet de komende periode. De zogenaamde tweesporenbenadering. Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking mogelijkheden in bestaande bouw en nieuwbouw
en grootschalige duurzame energieproductie binnen de eigen gemeentegrenzen. En dat met een mix van windenergie, zonne-energie, restwarmte en energieopwekking door particulieren. En naar onze mening liggen daarbij ook kansen om coöperatief op particuliere woningen, in met name woonwijken, maar ook op bedrijventerreinen zonnecollectoren te plaatsen. Waarmee mede invulling gegeven kan worden aan de doelstelling. En hierbij kan het fonds van die 500.000 euro nog wel wat betekenen. De ChristenUnie ziet hier ook een verbindende rol voor de nog aan te stellen projectmanager. Een mooi voorbeeld trouwens van coöperatief initiatief is Lutten, die hier voltallig zowat aanwezig is. Oh. Stel dat u doorgaat, heer Mulder. Het afwegingskader voor besluitvorming is van wezenlijk belang. Alle uitgewerkte projecten worden voorafgaande aan de stad van de formele planprocedures aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De zogenaamde go-no-go momenten. De meetlat waarlangs de projecten gelegd worden zijn ruimtelijke inpassing en kwaliteit, bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling, ruime mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap, proces en procedure gericht op acceptatie, participatie en betrokkenheid van de omgeving en een bijdrage aan diezelfde omgeving. Voorzitter, grootschalige energieprojecten liggen vaak heel gevoelig in een gebied. We hebben dit in een eerder stadium al meegemaakt rond het plan De Veenwieken, het beoogde windpark in Dedersvaart Zuid en Ommen Noord. De een is een groot voorstander en de ander is falikant tegen. Voorzitter, voor zulke initiatieven is de ChristenUnie van mening dat daar per initiatief in een bepaald gebied een burgerplatform een wezenlijke bijdrage kan leveren. Om het een met het ander te verbinden. Als voorbeeld het platform rond de totstandkoming van het ACC, welke een wezenlijke bijdrage heeft geleverd voor het draagvlak. Dat wil de ChristenUnie met een motie bekrachtigen en die wil ik nu graag indienen. En die ondertekend is door de fracties van het CDA, de Partij van de Arbeid, de VVD, de D66 en GroenLinks. Waar het dictum van luidt: draagt het college op bij grootschalige projecten ter opwekking van duurzame energie per initiatief een burgerplatform op te richten die de belangen van de omgeving vertegenwoordigt. En 2. Het burgerplatform de mogelijkheid te geven om gevraagd en ongevraagd advies te geven over grootschalige projecten ter opwekking van duurzame energie. Zodat deze adviezen door de Raad meegenomen kunnen worden bij de besluitvorming van de go-no-go momenten. Dan gaat over tot de orde van de dag. Ja, akkoord. Motie maakt onderdeel uit. Motie nummer 2. Voorzitter, een aantal insprekers lieten in de oriënterende ronde van zich horen, waaronder het LTO. Het zou niet onverstandig zijn om juist met deze bedrijfstak in gesprek te gaan, omdat in die sector nog veel onbenut dakoppervlak ligt. En dan maar niet te spreken over asbest eraf en zonnepanelen erop. Ook het initiatief wat Friesland Capina heeft genomen, ruim 400.000 zonnepanelen beschikbaar stellen, kan bijdragen aan de Hardenbergse doelstelling. Wanneer er een fors aantal zonnepanelen geplaatst worden op daken van veehouderijen in de gemeente Hardenberg. Maar, voorzitter, we zijn het ook eens met de inspreekster dat wij terughoudend moeten zijn met het inzetten van kwalitatief goede landbouwgrond voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook hebben wij namelijk een plicht tot het produceren van voedsel. En voorzitter, ten overvloede, maar ook de natuur moet in de beleving van de ChristenUnie zeker een afwegingskader zijn bij de grootschalige initiatieven. Ook werd daar ingesproken, en meneer Roelofs had er ook over, door de heer Rietveld namens de Vereniging van Omwonenden Windmolens. Deze meneer gaf aan wat een initiatiefnemer zou moeten doen wanneer er een initiatief welke een impact heeft op de omgeving om het draagvlak te vergroten. De gemeente gaat op zoek naar een projectleider om initiatieven te kunnen begeleiden. Mijn fractie is van mening dat alvorens deze meneer of mevrouw de deurklink van de gemeente Hardenberg in de hand heeft, hem of haar het boek van omgevingsparticipatie bij windenergie op land in de handen te duwen.
want daar staat ontzettend veel nuttige informatie in. Voorzitter, mijn fractie wil de portefeuillehouder en het ambtelijk apparaat veel wijsheid toewensen bij de aanpak van deze energietransitie. Toch nog een vraag die buiten deze scope ligt. Mijn vraag in de oriënterende ronde was of wij ook eventueel zouden kunnen investeren op zee. En daar zou de wethouder op terugkomen. Kan er iets gezegd worden over wat voor termijn de wethouder daarop terugkomt? Ik dank u wel. Akkoord. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van ChristenUnie. En op dit moment geen vragen ter verduidelijking. Dan komt dat zo aan de orde. De fractie van de VVD. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik vervang heer Bak, die graag hier geweest was, maar helaas verhinderd is. En mede namens Erik Bak kan ik u vertellen dat de VVD-fractie ook de doelstellingen ter zake duurzame energieopwekking onderschrijft. Als ook de onderliggende gedachte dat deze ambities zijn gestoeld enerzijds op rentmeesterschap en economische ontwikkeling anderzijds. Om de doelstellingen te behalen moet alles uit de kast en daarbij passen geen beperkingen bij voorbaat en of uitsluiting van welke mogelijkheid dan ook. Iedere motie in die richting krijgt van ons dan ook geen steun. Wat de VVD-fractie betreft krijgt u namelijk alle ruimte om de mix van wind, zon, restwarmte, opwekking door particulieren en bedrijven nader uit te werken binnen het raamwerk en het voorstel zoals het hier nu ligt en met een achtneming van het afwegingskader zoals in het voorstel staat uitgewerkt. Daarbij geldt als absolute voorwaarde dat u in het proces en in de procedure alle aandacht richt op acceptatie, participatie en betrokkenheid van omwonenden en overige stakeholders bij ieder project. Draagvlak is voor de VVD een absolute voorwaarde om te komen tot uitvoering van welk plan dan ook. Dat is zo afgesproken bij de behandeling van de Veenwieken en daar houden wij ons aan. Geen draagvlak, geen plannen. Ter uitvoering van het draagvlak ondersteunen wij dan ook de motie van de ChristenUnie tot het instellen van een burgerplatform dat gevraagd en ongevraagd kan adviseren bij besluitvorming ter zake ieder project dat ziet op de opwerking van duurzame energie. Zoals aangegeven, voorzitter, ondersteunen wij dus geen moties die bij voorbaat toepassingen beperken of mogelijkheden uitsluiten. Dat geldt ook voor gebruik van landbouwgrond. De VVD-fractie vindt principieel dat iedereen vrij moet zijn om binnen de kaders zijn of haar eigen besluiten te nemen. En dat geldt ook voor boeren en of grondeigenaren. Een boer moet niet beperkt worden in gedachtegoed of besluitvorming. En als een boer om welke reden ook zijn grond wil aanwenden voor het opwekken van duurzame energie en het past binnen de gestelde kaders, dan is dat wat ons betreft prima. Iedere boer kan en mag zelf bepalen, zoals iedere eigenaar van ieder willekeurig dak kan en mag bepalen of daar wel of geen zonnepanelen op komen. Naast dit principiële standpunt is de VVD-fractie er ook van overtuigd dat de doelstellingen namelijk niet gehaald kunnen worden zonder de hulp en de betrokkenheid van de boeren en het gebruik van hun grond en hun middelen. Ik verwijs daarbij graag naar een artikel in Trouw van gisteren waarin de voorzitter van de LTO Nederland oproept om de boer niet alleen te zien als onderdeel van het probleem, wat milieuorganisaties graag doen, maar ook als onderdeel van de oplossing. Op het moment namelijk leveren boeren al een bijdrage van ruim 40% aan de totale energieproductie. En dat zal alleen maar meer worden door vergisting van biomassa, aardwarmte, warmtekrachtkoppelingen, precisielandbouw en het binden van CO2 in de bodem via organisch materiaal. Maar ook door toepassing van wind- en zonnevelden. De VVD-fractie vindt het jammer dat u in alle producties en ondanks alle ongetwijfeld goede bedoelingen toch telkens weer uit lijkt te komen op een sterke voorkeur voor windmolens. En u ter zake de energietransitie in het algemeen telkens laat adviseren door Pondera, wat een specialist is op juist het gebied van windenergie in het bijzonder. Daarmee is de objectiviteit wat ons betreft niet altijd gewaarborgd. Onder de voorwaarden echter zoals gesteld vinden wij in het onderliggende voorstel als raamwerk voor verdere uitvoering prima. En u krijgt onze steun om de pilots nader uit te voeren, mits u zich voor de toekomst blijft inzetten op alle technologische ontwikkelingen die komen en niet alleen maar focust op windmolens, die zoals aangegeven wat ons betreft draaien op draagvlak en daarna pas op wind. Akkoord, dank u wel. Vraag ter verduidelijking niet aan de orde. Dan geef ik het woord aan de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jonkhans, als woordvoerder.
Dank u wel, voorzitter. Energietransitie in Hardenberg. Voor ons ligt het raadsvoorstel dat een volgende stap in moet luiden naar de energietransitie in de gemeente Hardenberg. Vooropgesteld, we vinden het een goed voorstel. Bijna alles zit erin wat we van dit voorstel verwachten. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt echter dat maatschappelijke compensatie onvoldoende aandacht krijgt in het voorstel. Immers, hoe wenselijk duurzame energieopwekking ook is, het valt niet te ontkennen dat deze projecten een verandering teweeg kunnen brengen in het landschap. En daarbij kan ook het woongenot worden aangetast. Het is dan ook daarom dat we vinden dat de omwonenden niet uitsluitend die lasten hoeven te dragen, maar dat ze ook recht hebben op een deel van de lusten. We vinden het billijk en redelijk dat de omwonenden via maatschappelijke compensatie meedelen in de opbrengsten. We dienen daarom samen met de ChristenUnie, CDA, D66 en GroenLinks een amendement in waarvan het dictum luidt: de raad besluit aan het besluit toe te voegen 1. Maatschappelijke compensatie a priori geregeld moet worden in overleg met omwonenden en stakeholders en dat deze in de procedure betrokken moeten worden. 2. Omwonenden zeggenschap krijgen in de bestemming en besteding van de maatschappelijke compensatie. Voorzitter, in de... Akkoord, dit is amendement nummer 1. Ja. Voorzitter, in de oriënterende ronde van 2 weken geleden hebben we vragen gesteld over de mogelijkheden van duurzame energieproductie op gemeentelijke gronden en ook op braakliggende terreinen. In de beantwoording die bij dit voorstel is meegezonden, is naar onze mening onvoldoende specifiek gemaakt wat de kansen van onder andere zonne-energie zijn op deze terreinen. Naar onze mening liggen daar namelijk nog wel kansen, zoals er ook kansen liggen bij tal van andere actoren in onze gemeente. Wellicht zijn er bijvoorbeeld dorpen of plaatselijke belangen die een eigen buurtmolen willen. De buurtmolen is een kleinere molen met een ashoogte variërend van 35 tot 50 meter. Die zorgt daardoor voor minder horizonvervuiling en een lager geluidsniveau, maar ook een lagere energieopbrengst. Dat dan weer wel. Het houdt meer rekening met omwonenden en is geschikt voor postcode-roosprojecten. Naar onze mening zou de procesmanager ook bij dit soort initiatieven een rol kunnen spelen. Daarom dienen we samen met de ChristenUnie en het CDA en GroenLinks een motie in waarvan het dictum luidt: de project- en procesmanager nadrukkelijk ook latente initiatieven dient te initiëren met lokaal betrokkenen en deze te faciliteren ten einde deze initiatieven te laten slagen. En 2. Nadrukkelijk te kijken wat de gemeente op eigen gebouwen en gronden aanvullend kan initiëren op vlak van wind, zon en biomassa. En dit binnen een half jaar te rapporteren aan de raad. Kort, dank u wel. Deze motie gaat ook onderdeel uitmaken van dit overleggen. Motie nummer 3. Ja. En dan nog wat zeggen over de opstelling van zonneparken op agrarische grond. De effecten van gedeeltelijke bedekking van de bodem kan twee kanten uitwerken. Doordat er doorgaans extensieve beheer plaatsvindt van de vegetatie, kan de bodem zich ook herstellen, waardoor er mogelijk ook weer koolstofhoudend materiaal wordt toegevoegd in plaats van dat het langzaam vergaat en als CO2 verdwijnt. Daarnaast kan een zonneveld mogelijk ook de biodiversiteit bevorderen. Bijvoorbeeld bij weidevogels. Die staan dan zwaar onder druk, maar die zouden zomaar kunnen profiteren van een veldopstelling met zonnepanelen. Echter, we weten het niet. Dit is het moment wel onderwerp van meerjarig onderzoek. Helaas valt er dus nu nog niet zoveel over te zeggen. Daarom vragen we het college wel om onderzoek en monitoring naar de biodiversiteit bij eventuele zonneweides, zowel onder als boven maaiveld, te stimuleren. Bijvoorbeeld via werkgroepen aangesloten bij de koppel, bijvoorbeeld op het toekomstige zonnepark in Lutten. Dank u voor uw aandacht. Akkoord, dank u wel. Er zijn nog een paar vragen voor u. Allereerst de heer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou graag weten of de heer Jonkrans onder punt 1 draagt het college op. Bedoelt de kleinschalige lokale projecten. Van het amendement of van de motie? Even kijken. Moment. Motie. Van de motie. Bij punt 1.
Ja, dat zijn ook, kunnen ook kleinschalige projecten zijn. Ik zou niet weten waarom. Al een klein beetje helpen. Maar vragen wat men wees, en het was zodanig geformuleerd dat ik denk, ja, daar kan ik alle kanten mee op. Dank u. Dat was ook de bedoeling. Het is zowel groot als klein. Ja. Akkoord, de heer Gelling. Graag aan Jokkans de vraag, wat zijn amendementen nou precies aan verandering brengt ter zake de huidige compensatieregeling zoals die geldt? Nou, wij vonden dat het onvoldoende erin staat en dat er eigenlijk meer gesproken wordt over overleggen, over de inrichting en wat de configuratie moet zijn, maar over de opbrengsten verder niet. Terwijl dat toch in onderzoek en ook in realisatie van projecten blijkt dat dat wel een wezenlijk onderdeel is in de genoegdoening. Dat je de lasten draagt van zo'n park, maar dat daar dan ook de lusten tegenover staan. Dat vinden mensen die zeg maar, a priori niet tegen duurzame energie zijn, nou, die vinden dat sommigen vinden dat een redelijke oplossing. En die willen we daar graag in tegemoet komen. Amendement maakt u dat expliciet? Ja. Anderen nog? Niet het geval. Dan dank ik u voor de bijdrage van zijde van de Partij van de Arbeid. En dat brengt ons bij opkoers.nu. En het woord is zometeen aan de heer Kloekhorst, die zich nu naar het spreekgestoelte maand. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het mogen bekend zijn. Op koers nu is geen voorstander van windenergie. En we werden daarin nog eens bevestigd in het rapport van confrontatie naar coöperatie. Gebaseerd op de ervaring van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden met windturbines. Daarin wordt gesteld, als er al geen goede redenen zijn om beleid vast te pinnen op een bepaalde technologie, dan is er al helemaal geen reden om een bepaalde technologie op te dwingen aan de samenleving, burgers en omwonenden. Die les, en nogmaals, ik citeer het rapport, hebben we geleerd in onze projecten aan de hand van het IPO-akkoord met een opgave per provincie om de afgesproken 600 megawatt windenergie op land te realiseren. Keer op keer bleek dat de omwonenden niet wisten wat het probleem was. Vervolgens te horen kregen dat windenergie dé oplossing was en tenslotte voor een fait accompli werden gesteld dat die oplossing voor dat onbekende probleem uitgeweken bij hen voor de deur moest komen, omdat dit nu eenmaal zou moeten van Den Haag. En dit alles vanwege een energieakkoord waar de meeste mensen ook nog nooit van gehoord hadden. Tot zover het rapport. Ik denk dat dit eigenlijk naadloos aansluit bij onze ervaringen met de vier weken. We hebben daar jaren aan besteed. Het moet energie opwekken. Tot op heden heeft het helaas alleen maar ontzettend veel energie gekost. En dan praat ik nog helemaal niet over geld. Als lokale partij zien wij veel meer in zonne-energie. In de eerste plaats op agrarische daken. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft onlangs een subsidie van 200 miljoen toegekend voor zonnepanelen op de daken van Friesland Campina melkveebedrijven. Dit op basis van de door Groen Leven ontwikkelde dakhuuroplossing. Ook de ChristenUnie en het CDA refereerden hier zojuist al aan. Op koers ziet ook wel nadelen van grootschalige zonneparken. Maar denkt dat die landschappelijk beter zijn in te passen dan de windturbines. Want waar vind je bomen van 100 meter of in het geval van de heer Jonkans 35? Ook dat wordt al een probleem. Voorzitter, deze twee opmerkingen willen wij maken ten aanzien van het raadsvoorstel. Maar het in het raadsvoorstel genoemde besluitpunt, het no-co besluit van de gemeenteraad, geeft ons straks de gelegenheid om onze argumenten nader toe te lichten. Wat mij nu wel heel erg benieuwd is de opvatting van de wethouder van, ik heb al wat moties zien passeren en ik weet dat wij ook een bepaalde beperking opleggen door te zeggen tegen grootschalige windenergie te zijn, maar of de wethouder nog mogelijkheden ziet na alle amendementen en moties om de doelstelling te realiseren. Dat was het, dank u. Kort, dank u wel voor uw bijdrage. Ja, nog een vraag van de heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter.
U begon uw betoog met ik ben tegen windenergie. Of wij zijn tegen windenergie. Dat leek me wat korter de bocht. Dus van even mijn verduidelijkende vraag. Bedoelt u dan windmolens? De grootschalige windenergie. En alleen kleinschalig. Bijvoorbeeld de buurtmolen waar de heer Jonkans over sprak. Daar willen we serieus naar kijken. Oké, dan gaan we nog één vervolgvraag stellen. Over de zonneparken. Daar zijn alle 2075 mensen uit Lutten ook vast heel benieuwd naar. U bent eigenlijk ook tegen grootschalige zonneparken. En u bent tegen windenergie. Bent u dan ook tegen onze ambities en doelstellingen? Want daar komt het dan eigenlijk op neer als u overal tegen bent. Ik denk dat ik niet duidelijk geweest ben. Ik ben niet tegen zonneparken. Ik zeg van, ik zie daar ook wel de nadelen. We hebben een inspreker gehad die waarschijnlijk midden in zo'n park komt te zitten. Ook daar zullen we naar moeten kijken. Maar op zich heeft onze partij niks tegen zonneparken. Akkoord, dank u wel. De heer Mulder is er. Ja, hoeveel hectare zou op koers beschikbaar willen stellen om onze doelstellingen te gaan halen als op koers geen mogelijkheden ziet op het gebied van windenergie? Zoveel als nodig is. Dus u bent bereid om bij wijze van spreken 300 hectare goede cultuurgrond in te leveren? U wordt wel heel erg enthousiast. Nee, we gaan naar richting 2030. Hè. U onderschrijft de doelstelling. Hè, want die hebt u ook. Tenminste, of u moet tegen zijn straks, maar dat weten we niet, dat horen we nog. Maar ik ga ervan uit dat u die onderschrijft. Dus u bent bereid om fors goede cultuurgrond in te zetten voor uw doelstelling. Maar niet gedwongen. Altijd in overleg met de omgeving. Ja, nee, vandaar dat we ook die motie hebben ingediend dat er een burgerplatform bij komt. En die u natuurlijk ook ondertekende, begrijp ik wel. Want dat is echt de discussie. En u geeft aan van, rond het plan van de Veenwieken geeft u aan dat het heel veel energie gekost heeft. Ja, dat heeft ook energie gekost. Maar daar zien we straks ook de winst van. En ook de omgeving. Hè? Want u weet ook, net zo goed als ik, dat de laatste mensen die hier hebben ingesproken bij het plan de Veenwieken, dat ze op dat moment nog geen besluit wilden nemen, wilden ze eventueel mee participeren. Ze gaan eerst afwachten wat de Raad van State gaat zeggen. En dat ze dan waarschijnlijk toch mee gaan doen in de participatie. Dus dan heeft het wel energie gekost, maar het levert dan straks ook heel veel energie op. Goed, maar daar wil ik toch een kanttekening bij maken. Hier wordt de doorloop geschat op 5 jaar. Nou, ook in het rapport van de heer Rietveld komt aan dat 8 jaar wel het minimale is. En daarnaast, u doet net of daarnaast windenergie verder helemaal niks is. Het is ook bio-vergisters zijn er. Dus dat. U wilt absoluut geen landbouwgrond opofferen. Nou, dat heb ik niet gezegd, dat heb je niet goed geluisterd. Nou, zeer of terughoudend zijn met het aangeven van landbouwgrond. Dat we daar zeer terughoudend in zijn. We hebben niet gezegd dat we helemaal niks wilden doen. Dat hebben we niet gezegd. Akkoord. Voldoende, lijkt mij deze discussie. U nadert elkaar, maar komt niet echt bij elkaar, constateer ik. D66. Het woord is aan de heer Roldermond. Voorzitter, dank u wel. Ja, uw aarzeling neigde ertoe alsof u een keuze had binnen D66. Maar helaas is dat niet het geval. Maar even wennen, hè? Ja, eens. Goed, voorzitter. Ik ben blij dat duurzaamheid zo nadrukkelijk op de agenda staat in deze gemeenteraad. En dat er een mooi plan ligt in aanloop naar 2030 om in ieder geval 30% duurzame energie op te wekken voor deze gemeente. En het staat natuurlijk ook in de belangstelling van onze inwoners. En dat blijkt onder andere uit de inspraakmogelijkheden in de oriënterende ronde en ook vandaag. En natuurlijk de belangstelling die zich nu laat zien op de publieke tribune. Mogelijk zelfs ook thuis via het internet. En hoe dit leeft, geeft onze fractie het vertrouwen dat wij meer kunnen dan de ambitie laat zien in dit huidige voorstel. Ik doel op die 30% in 2030. Het mag geen geheim zijn dat wij streven naar
100% duurzame energieopwekking zo snel mogelijk. En onze partij heeft daar het jaar 2040 aan gekoppeld, maar dat mag ook wat ons betreft eerder. De moties en het amendement van de ChristenUnie en de PvdA, in samenspraak met andere partijen, ondersteunen wij van harte, omdat het gaat over draagvlak en om het thema meedoen. En dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Maar dat is niet het allerbelangrijkste wat ons betreft. Het allerbelangrijkste wat ons betreft is inderdaad eigenlijk dat thema rentmeesterschap dat vandaag al een paar keer hier door de zaal is gegaan. Dat heeft dus te maken met de toekomstige generaties. En ik voel daar heel erg een bijna persoonlijk belang in om dat te blijven nastreven. En daarom hamer ik ook zo op die 100%. En dat is niet een cijfertje wat mij betreft, maar dat is echt gewoon omdat wij een plicht hebben aan de jongere generatie die nog geen stemmen hebben in dat draagvlakverhaal en die nog helemaal niks meekrijgen met een of andere compensatie. Ja, mogelijk via verhoging van zakgeld, maar dan heb je het ook wel gehad. Maar het gaat er juist om dat wij een wereld nalaten waar we trots op kunnen zijn. En dat kunnen we in principe nu al, maar wat ons betreft nog niet voldoende. We hadden eigenlijk een amendement voorbereid. We gaan dat niet indienen, omdat wij in de voorbespreking voor vanavond al via allerlei e-mailtjes en dergelijke al meekregen van dit gaat hem waarschijnlijk niet worden, maar ik wil hem toch graag eventjes met u delen, tenminste de intentie van dit amendement, en daarna een uitnodiging aan u doen daarover. Ons voorstel was namelijk om het fonds van 500.000 euro te verhogen met ongeveer 1 miljoen. Met dat geld te participeren in de grootschalige opwekking van energie en de opbrengsten daarvan weer terug te laten vloeien in het fonds, zodat dat zeg maar wederkerig steeds is. En dat idee is wel vaker geponeerd, ook door een wethouder in dit huis bijvoorbeeld. En dat gaat erom om deze ambities die we eigenlijk al hebben geponeerd te versnellen, te verstevigen en daarmee dus dat rentmeesterschap wat meer nog naar de voorgrond te brengen. En dat amendement nogmaals heb ik niet ingediend. Dat voorstel hou ik nog even vast. Mogelijk kom ik daar nog op terug in andere gesprekken, bijvoorbeeld over de begroting of in een coalitiebespreking voor mijn part. Maar hoe dan ook wil ik u graag als collega's uitnodigen om met ons dat gesprek aan te gaan. Hoe kunnen we in principe die ambities naar die 100% toe organiseren? Want laten we wel wezen, op dit moment staan we nog redelijk onvoldoende wat betreft de opwekking van energie, duurzame energie. Als ik de cijfers moet geloven, zitten we op de 4,5% en gaan we naar de 9% als het goed gaat. Maar dat is nog zeer onvoldoende wat dat betreft. En daarom nogmaals de uitnodiging, en die uitnodiging komt ook nog een keer via de mail naar u toe, om het gesprek aan te gaan om die ambities te verstevigen. En nogmaals, het doel wat ons betreft is 2040 energie-neutraal. En daar wilde ik het graag bij laten voor nu. Akkoord, dank u wel. Bijdrage van D66, geen vragen. Zie ik, dan gaan wij door naar de fractie van GroenLinks. De laatste fractie in de eerste termijn. Mevrouw van der Hoek, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een ambitie en wij willen energie-neutraal worden. Wij willen dat we 20% gaan halen in 2020 en wij willen nog meer procenten halen in 2030. Wij willen dat. De samenleving is daar niet helemaal mee eens. Dat lijkt ons ontzettend duidelijk, want daarom hebben wij met de partijen ook moties en een amendering ondersteund en gezegd, nou, er moeten stappen gezet worden om dat draagvlak te krijgen. Ik denk dat vorige keer meneer Rietveld en de heer Buijner heel goed hebben weergegeven waar dan het verschil van mening zit. We zijn allemaal voor duurzaamheid. Iedereen wil de aarde doorgeven en iedereen snapt dat we rentmeesterschap hebben en dat we iets moeten doen. Dat is wel een beetje lastig als het in je eigen achtertuin gebeurt. En als je leefomgeving dramatisch kan veranderen, maar dat weten we eigenlijk niet. En we hebben het hier over draagvlak. En eigenlijk betekent dat niets anders. Wilt u ons, volksvertegenwoordigers, helpen om stapje voor stapje te zorgen dat we een aarde kunnen doorgeven? Dat is best lastig wanneer wij roepen, wij willen 100% energie-neutraal zo snel mogelijk. En hoe? Zien we wel. En dat we zeggen tegen de landbouw, nou ja, je hebt lege daken, we gaan het erop zetten. Kom maar op met een plan. Burgerinitiatieven, kom maar mee. Wij zetten kaders eromheen. En dan gaan we er eens naar kijken, maar wij hebben een ambitie. De grootste vraag die wij ons moeten stellen, en dat doen we denk ik met dit stuk,
Die is niet in beton gegoten. Dat zei meneer De Vent vorige keer. Dit is een startnotitie. Een go- of no-go situatie. We kunnen wel blijven kletsen, maar dan komen we helemaal nergens. Dit is een startpunt. En de moties en amenderingen geven alleen maar aan dat wij hier een ambitie hebben die we graag met u willen delen. En dat we, zoals we bij de Veenweek in elk opzicht gezegd hebben, zo moet het niet, op voorhand ruimte creëren om met u het gesprek aan te gaan. En niet hier in ons eentje te beslissen dat wij een ambitie voor u hebben. Zo zijn ze ingericht. Elke innovatie maakt dus dat alles achterhaald is voordat wij hier een besluit hebben genomen. En dit stuk geeft alleen maar aan, blijf praten, blijf innoveren en zet met elkaar de schouders eronder. Daar waar het al kan, vervroegd. En waar het nog niet kan, gaan we het gesprek aan. Wij zijn blij met dit stuk, want ik ben GroenLinks en mijn achterban zegt morgen energie-neutraal. Maar laten we realistisch zijn. De schuld leggen bij de boeren is niet wat het hoort te zijn. De weerstand bij mensen die moeten wennen aan verandering is niet de weerstand waar we het over moeten hebben. Wij moeten het hebben over hoe we het gesprek goed aangaan. En de moties en amendement die er nu ligt zijn daar een goed middel voor. Dank u wel. Kort, dank u wel. Vragen, geen vragen. Dat betekent dat we aan het einde van de eerste termijn zijn gekomen van dit agendapunt. Ik kijk even rond, heeft u behoefte aan schorsing of zullen we gelijk het college het woord geven om de beantwoording te doen? Gelijk door, er zit nog voldoende energie in. Dan kijk ik ook even in de richting van het college. De heer De Vent, als portefeuillehouder, wil ik graag het woord geven om te reageren. Allereerst zijn nog een aantal vragen gesteld. Er liggen ook 3 moties en 1 amendement. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik krijg energie van deze discussies, want ik voel en merk aan u dat u zegt, nou, wij ondersteunen de ambities die we met elkaar hier in het voorstel hebben georganiseerd. Met natuurlijk heel veel aandachtspunten bij de verdere uitwerking. Want ik was ook onder de indruk van het verhaal van de toolbox, weet u nog, vorige keer van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden. En die toolbox heb ik ook bestudeerd. En er zitten hele nuttige aspecten in rondom participatie en proces. En ik denk dat dat het uitgangspunt zou moeten zijn. Proces, participatie en dan pas procedure. En ik hoor ook wel vanavond van, ja, als je dat andersom draait, dan heb je de weerstand eigenlijk al aan de voorkant georganiseerd. Dat is niet wat we willen. Daarom ben ik ook blij met het, en daar krijg ik ook heel veel energie van, met het voorstel van Lutte. Omdat Lutte zegt, ja, wij gaan eerst met de omgeving in gesprek. Want natuurlijk moet je goed kijken en voelen hoe men, welke beelden men heeft bij bijvoorbeeld een zonneveld. En dan is het heel aardig, en dat stond ook in de toolbox, om dat gewoon ook te doen, niet aan de hand van alleen gesprekken, maar ook aan de hand van bijvoorbeeld animaties. Dat helpt enorm om de beeldvorming, om de impact te kunnen ontdekken van een energiedoelstelling. Dus voorzitter, met die energie wil ik de vragen gaan beantwoorden en dan vervolgens naartoe naar de amendementen en moties. Meneer Roelofs, uiteraard energiebesparing, misschien lijkt het wat ondergeschoven, maar is natuurlijk niet aan de orde. Want ik heb volgens mij ook in de vorige ronde verteld dat we op dat terrein al heel veel doen. Al een jaar of 7 inmiddels rondom energiebesparing, ook in particuliere sector, woning, de koopsector, zoals u weet. Inmiddels 1800 woningen verduurzaamd. Met ook nog bij daar een economisch effect. En ik kijk ook even naar de heer Gelling, die zei van ja, rentmeesterschap versus economische doelstellingen. Dat heeft wel een omzet van 12 miljoen opgeleverd voor hier toch hoofdzakelijk lokale economie. Daar gaan we mee door, want inmiddels is de Hardenbergse aanpak uitgerold naar een Overijssels aanpak. Met als doelstelling om in 2020 60% van die koopvoorraad op minimaal label B te hebben. Dus er gebeurt best heel veel op dit terrein. Als ik denk, en dat heeft u in het voorstel kunnen zien, restwarmte. Restwarmte, hè, wordt nu ook uitgewerkt in de vorm van een business case. Ook een vorm van energiebesparing, misschien nog maar eerder dan energiewinning. Voorzitter, een korte vraag stellen. De rol. Korte vraag, dank u wel. Meneer De Vent, u zegt dat er heel veel aandacht gaat naar de koopsector, particulieren, wat betreft energiebesparing. Hoe kijkt u aan tegen de energiebesparing voor bedrijven? We hebben hier een aantal behoorlijk grote bedrijven. Misschien is daar nog wat te winnen waar ik u vaak niet over hoor, maar misschien is dat in het licht nu wel even aardig. Ja, het is goed dat u dat zegt. We hebben hier, zoals u weet, een energieloket, bewust duurzaam thuis. Dat gaat in principe veel over de particuliere sector, maar is ook bedoeld voor bedrijven.
En ook via die weg kunnen bedrijven adviezen inwinnen rondom energiebesparing. En u heeft ook kunnen lezen in de beantwoording van de vragen tussentijds dat wij ook met onze partners, Corgas en Rendo, in gesprek zijn via het convenant wat we met ze hebben, om ook daarin te adviseren. Op juist op de industrieterreinen die wij hier kennen, de grote industrieterreinen. Het gaat natuurlijk niet alleen om groot, maar ook om klein. Dus terecht dat u daar op wijst. En we merken ook bij bedrijven, ook vanuit economisch perspectief, dat men zegt van nou, we zijn ook wel nu toe aan die stap. Want er is heel veel vraag ook nu naar zon op het dak. Dat merken we elke week. Ik had vandaag nog contact met het klantencontactcentrum bij ons. En er zijn nu heel veel vragen ook over duurzaamheid, over investeringen rondom duurzaamheid. Dus het moment is ook nu daar, zeg maar, om daarmee verder te gaan. En even voor uw beeld, op Broeklanden wordt binnenkort op een distributiecentrum worden 1600 zonnepanelen geplaatst. En in diezelfde omgeving hebben we straks 3 bedrijven met in totaal 3000 zonnepanelen. Dus zo hard kan het inderdaad wel gaan. En als het inderdaad die vaart houdt, en dan gaan we wel meters maken met elkaar. En dan komen we misschien nog een keer bij elkaar terug. Want we hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd van ja, als dat nou zo hard gaat met zon, hè, wat betekent dat voor je grote ambitie? Nou, dat moet je voortdurend met elkaar volgens mij blijven monitoren. Veel ruimte dus op dak. Volgens mij, meneer Roelof, zei u ook van, wat wil u nu precies bereiken? Volgens mij is er vanavond heel veel gezegd over rentmeesterschap versus economische doelstellingen. Maar belangrijk in het hele verhaal is het raamwerk wat u vanavond vaststelt. En het raamwerk gaat niet alleen over doelstellingen, het gaat vooral over participatie en proces. En daarom, nogmaals, denk ik dat de toolbox die u allemaal heeft gekregen, heel veel ingrediënten bevat, waarmee we dit soort processen, of het nou om zon, wind, biomassa gaat, maakt niet uit, kunnen gebruiken. Dus wij zullen de procesmanager, ook de opdracht geven, in ieder geval om die toolbox te kennen, uit zijn hoofd te kennen zou ik maar willen zeggen. Maar het kan ook best zijn dat we niet dezelfde procesmanager gebruiken voor zon, wind of biomassa. We willen procesmanagement inzetten en gespecialiseerd zeg maar voor mensen op die terreinen die ze kennen en ook de processen kennen. En communicatie, volgens mij heb ik daar de vorige keer al iets over gezegd. En de toolbox, nou, voldoende denk ik daarover. U heeft de uitnodiging gedaan voor wind, voor de innovatie rondom wind. En de vraag rondom beschikbare infrastructuur, die begreep ik niet helemaal, moet ik zeggen, want uw vraag was, is die voldoende? Maar wat bedoelt u met voldoende infrastructuur? Voorzitter. Roelofs. U gaf in uw stukken aan dat kleinschalige zonneprojecten alleen maar haalbaar zijn als er dichtbij een aansluiting zit op de geschikte infrastructuur. Dus dat betekent dat voor de, als we kleinere projecten ook een kans willen geven en mensen daar hun voordeel mee willen laten doen, dat we dus eisen stellen aan infrastructuur. Dus vandaar mijn vraag. Helder, dan heb ik de vraag ook scherp. En volgens mij hebben we dat ook laten terugkeren in de kaart die u heeft gezien, hè, van waar zijn mogelijkheden rondom wind en zon. En volgens mij was daar ook ingetekend zeg maar, de nabijheid van dat elektriciteitspunt of het netwerkpunt voor die aansluiting. Want als je die niet hebt, dan heb je nog een heel ander vraagstuk. Dus daar zullen we ook zeker rekening mee houden. En in het geval van Lutten ligt er nu eigenlijk een uitgemeten kans om dat met elkaar te verbinden. Alle voorstellen, uw vraag van alle voorstellen, daar heb ik wat moeite mee. Want kijk, als wij vanavond dit kader vaststellen, het afwegingskader vaststellen, dan komen al die voorstellen langs die meetlat. En u mag het aan de ambtelijke organisatie toevertrouwen dat we die meetlat heel zorgvuldig zullen gaan inzetten. Wat ik me wel kan voorstellen is dat we bij de evaluaties die komen, u meenemen zeg maar, in projecten die het niet hebben gehaald. Maar niet heel uitgebreid, maar heel kort. Want daar kunnen we misschien wel van leren voor de toekomst. Ook als u zegt, op lange termijn gaan we dat afwegingskader nog een keer weer herijken. En de doelstelling halen, ja, volgens mij liggen er heel veel kansen op dit moment. Nogmaals rondom zon, wind, biomassa. Als ik ook kijk naar de initiatieven die nu bij ons aankloppen, om daarvoor te gaan met elkaar. Want ik ben daar best heel optimistisch over als ik zie wat er wekelijks, dagelijks bijna bij ons voorbij komt. Meneer Mulder, rentmeesterschap heb ik al iets nadrukkelijk van verteld. Dat is voor ons natuurlijk altijd het vertrekpunt ook geweest. Hoe ziet die samenleving er straks ook over decennia uit? En er worden heel veel bespiegelingen gedaan. Maar goed, ik zou zeggen, kijk ook naar het klimaat tegenwoordig. En er zijn volgens mij voldoende aanleidingen om daar nu met elkaar op te investeren. Wij gaan in gesprek
met het LTO. Volgens mij was er ook nog een vraag van een andere fractie over. Daar hebben we ook gezegd, er is ook al contact geweest met het LTO. Maar we gaan ook met elkaar in gesprek om te kijken of we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Ook in relatie tot het mooie Friesland Campina project, wat nu onlangs in de media stond. Overigens is het ook zo dat we merken, ik heb ook gezegd dat wij weer samenwerken met Coolgas Rendo en Nexis. En daar heeft zich inmiddels een andere energieproducent bijgevoegd. Ook Engie heeft gezegd dat ze graag met de gemeente in gesprek wil om ook kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Dus nogmaals, het gaat niet alleen om grootschalige, maar ook kleinschalige initiatieven, kennis en know-how. Dus zo langzamerhand breidt zich dat netwerk uit en ligt er volgens mij een hele mooie kans om particulier initiatief te verbinden aan professionele partners op dit terrein. Het platform komt straks ook terug. De heer Stelpstra. Dank u wel. U geeft aan dat u ook gaat kijken naar dat u partijen wilt verbinden. Gaat u daarbij ook heel expliciet kijken naar particuliere woningen om die daken te gaan gebruiken? En zou u daar ook een initiërende rol bij kunnen spelen? Nou, dat gebeurt in feite al, want ook rondom het loket Bewust Duurzaam Thuis krijgen wij vanuit particuliere hoek heel veel vragen, zeg maar, rondom zon op het dak. Nou, daarin worden mensen ook geadviseerd. Als het wat grootschaliger wordt op wijk- en buurtniveau, want daar praat u volgens mij ook inderdaad over, dan kan ik me voorstellen dat daar ook een procesmanager een rol in gaat spelen. In samenwerking juist met een energieproducent. Want dat wordt via bijvoorbeeld het project Buurkracht van Enexis ook uitgerold. Daar gaat hij dus ook echt daadwerkelijk mee aan de slag. Top. De toolbox heb ik er voldoende over gezegd. Investeren op zee, volgens mij hebben wij uitgebreid antwoord gegeven in de beantwoording tussentijds, tussen deze ronde en 2 weken geleden. Wij houden die ontwikkelingen nadrukkelijk bij. Investeren op zee gebeurt, participeren op zee. We hebben ook wat voorbeelden volgens mij daarin genoemd. Ik heb ook de vorige keer gezegd van, als je kijkt naar ons raamwerk, onze criteria die wij daarin hanteren, dan is de vraag of wind op zee daarin past. Maar het is misschien interessant genoeg om te zien of we op lange termijn er nog wat meer zouden kunnen gaan doen. Heer Mulder. Nou, daar ging het met name om. Want eigenlijk werd in het antwoord aangegeven van dat we die 10 megawatt zouden gaan kopen op zee. Maar het gaat er gewoon om van, goh, maak eens inzichtelijk waar we eventueel in zouden kunnen participeren en wat dan de financiële bijdrage zou moeten zijn. Ja, oké. Okay. Kom er ook op terug dan. Nou, meneer Gelling, uw opmerking, eerst draagvlak dan wind. Volgens mij heb ik daar ook al in het begin iets over gezegd. Hè, als het gaat om de volgorde proces, participatie en procedure. En wat ik ook heel mooi vind in de discussie die ook vorige keer ontstond rondom de toolbox, is dat we het ook terugzien. Hè. Er moet commitment zijn over die 3 onderwerpen. Want dat is wel belangrijk voor elk project op dit terrein wat we met elkaar willen realiseren. Voorzitter, mag ik er 1 vraag opstellen? Ja, de heer Gelling. Want, meneer voorzitter, dat is natuurlijk zo en dat klinkt heel mooi en wij vinden dat ook oprecht. Maar de vraag nu is natuurlijk of u daar ook daadwerkelijk dan mee uit de voeten kunt. Hè? Want als ik de fracties op koers nu en GroenLinks, die allebei vanuit een totaal ander gezichtsveld met wel hetzelfde onderwerp aankaarten, eigenlijk inhoudend, we willen allemaal heel duurzaam zijn, maar liever niet dan wel, hoor ik mevrouw zeggen, voor de deur, dan wel met windmolens. Is dat de vraag, kunt u met het gevraagde of bijna geconstateerde draagvlak als voorwaarde uit de voeten om uw doelstelling uiteindelijk te halen? Voorzitter, dat denk ik wel, omdat we ook wel in het verleden hebben gezien dat we, als je kijkt naar die mix van proces, procedure en participatie, dat die dingen wel eens door elkaar zijn gehaald of tegelijkertijd zijn behandeld. En ik denk dat wat dat betreft de inspreekbeurt van Lutten wel een heel mooi voorbeeld is vanavond. En dat men zegt van, nou, we hebben een plan met elkaar, maar voordat we ook maar iets doen, gaan we wel met die omgeving in gesprek. En als dat lukt, en we zijn ervan overtuigd dat we met elkaar ook die stap zouden willen maken, en de omgeving kan participeren en profiteren, dan zijn we al veel verder. En dan zal zo'n procedure denk ik ook veel sneller gaan. Mag ik nog 1 vraag voor? Want ik hoor u ook even naar Lutten, maar ook naar uw bureau, wat oversteld wordt door heel veel goede voorstellen. En dat is allemaal zon, hè, wat wij nu horen. En ik denk dat daar ook doorgaans wat minder bezwaar tegen is, om het voorzichtig te formuleren. Dus nog even weer de vraag, want als ik uw optelling zie, dan is het met zon wat lastig om aan de doelstelling te gaan komen. Hè, want u moet nogal wat hectares hebben en daar kunt u zometeen, komt u vast op terug nog op de motie, maar ook daar zitten wat bezwaren.
Dus blijft dan eigenlijk de vraag van ja, en u blijft ook terugkomen op windenergie telkens. Hè? Nou, dat is een van de opmerkingen die wij gemaakt hebben en die ik toch wel van verschillende fracties terugproef. En eigenlijk dan de aanvraag, gaat u ook uw draagvlak creëren dan voor de grote doelstelling? En dat zijn toch uw grootschalige windmolenparken. Ja, dat, volgens mij heb ik dat eigenlijk al vanavond heel nadrukkelijk gezegd. Want die discussie kwam ook vorige keer heel nadrukkelijk aan de orde bij de inspreekbeurt van de vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden rondom windturbines. Die op basis van 25 projecten dit model heeft opgesteld. Nou, ik zou willen zeggen, laten we aan de hand van dat model of die projecten met elkaar in gesprek gaan. Ik vind dat een heel mooi startmoment om dat te gaan doen. En ja, is dan de vraag, gaat het allemaal misschien niet te lang duren? Hè? Want misschien zit het impliciet in uw vraag ook nog verborgen. Ik denk als we daarmee starten en we krijgen dat goed voor elkaar, dan volgt uiteindelijk vanuit proces en participatie ook een versnelde procedure. Met inachtneming van alles wat daarbij hoort. Ik ga verder, voorzitter, met u wil nemen. Meneer Jonkhans, de procesmanager heb ik al iets volgens mij over gezegd. Over het gebruik van eigen grond en gebouwen. Volgens mij hadden we daar even een misverstand over. Maar als het gaat om de gemeentelijke gebouwen, hebben we die verduurzaming de laatste jaren heel erg snel en intensief opgepakt. Als het gaat bijvoorbeeld om zonne-energie. Als het gaat om de mogelijkheden van verduurzaming van gronden, hebben we met die convenant met Cogas Arendo gezegd van ga eens onderzoek doen naar energiebesparing en ook eventueel energiewinning. Dat vindt op hele verschillende momenten al plaats. En daar liggen nog wel een opgave te doen met elkaar. U doelt volgens mij ook nog op kleinschalige initiatieven, maar dan ook meer op dorp- en wijkniveau, bijvoorbeeld de molen die u volgens mij stelde, om daar ook actief in te participeren. Bijvoorbeeld, ja, dan heb ik u volgens mij goed begrepen. Als het gaat om biodiversiteit, ik denk dat het goed is dat we als er een plan zich aandient, en bijvoorbeeld in dit geval ook Lutten als voorbeeld, maar dat is het pilotproject, dat we dat aspect nadrukkelijk ook gaan meenemen. Meneer Kloekhorst, ja, u vraagt aan mij, ziet u het nog zitten om de doelstellingen te halen, volgens mij even heel plat gezegd. Nou, ik sta hier best wel met heel veel optimisme en enthousiasme. Ja, u moet nog een besluit nemen, maar even met de kennis van u zeg ik, met het gevoel van u. Natuurlijk zijn er aandachtspunten, accenten, dat voel ik bij u, bij alle fracties, maar die zitten heel erg op het terrein van participatie en proces. Die zit ook aan de andere kant op, wees zorgvuldig met onze gronden. Dus er zitten een aantal aspecten in die wij ook zwaar zullen gaan wegen. Maar laat onverlet volgens mij dat we met de mix die we met elkaar vaststellen aan de slag kunnen. En laten we ook morgen dat ook vooral gaan doen. Want nogmaals, ik merk die energie zit er in onze samenleving. Kijkt u alleen maar naar de mensen die hier op de tribune zitten. Meneer Rodemond, meer dan de ambitie van 30%. Ik vind het heel mooi dat u dat zegt. Maar besef u heel erg goed wat u met 30% ook uitspreekt. Ik heb die vergelijking volgens mij wel eens gedaan. Ik hoop dat we dus heel snel richting 100% gaan. Maar ik vind de opgave die we nu met elkaar hebben een realistische. En als we daaroverheen gaan, prachtig. Maar ik zou het graag bij het realisme nu even willen houden. Dus ik vind het heel mooi dat u die droom heeft. En misschien wordt die wel waarheid. Maar ik houd liever bij dit besluit. Voorzitter, ik voel me enigszins uitgedaagd om toch te reageren. Mag dat? Ja. Dank u wel. Ja, want u noemt mij nu een dromer, omdat ik zeg dat 100% in principe haalbaar is. En ik heb daarbij niet gezegd dat dat morgen moet gebeuren. Maar ik heb daadwerkelijk het jaartal 2040 genoemd, wat in uw voorstel 2050 is overigens. In die zin denk ik dat ik ook wel enigszins realistisch ben, omdat we onszelf in de aandacht althans niet helemaal richten alleen maar op de opwekking via dak en wind zoals we die nu kennen, maar ook andere materialen in schakelen, bijvoorbeeld slimme wegen aanleggen, om het wat geks te noemen. Dus ik heb al vaker ook aangeduid, laten we ook vooral naar de andere beleidsterreinen kijken, zoals infrastructuur, et cetera, om ook daar wat winst nog te behalen om die versnelling te doen. En mogelijk is 100% wel een droom, maar ja, dat is beter te verkopen richting mijn kinderen bijvoorbeeld dan achter te blijven in de doelstellingen die je eigenlijk zou willen zien. Dus. Voorzitter, ik beschouw de opmerking van de Rodemond ook als een positieve stimulans om vooral nog een stap harder te gaan. En mevrouw Van der Hoek, dan sluiten we er weer, dank u wel. Ja. En mevrouw Van der Hoek,
U sloot mooi af met de raad is altijd aan zet bij het voorstel van projecten. En dat denk ik dat dat een mooie afsluiting is voor de beantwoording van deze vragen en dit besluit. Ik ga naar de moties, amendementen toe. De eerste moties, motie 1, CDA, ondersteund door de ChristenUnie en GroenLinks. Om terughoudend te zijn bij bij zon op het veld, in het buitengebied. Terughoudend is voor mij ook zorgvuldig en voorzichtig zijn. Zo lees ik dat in feite. Ik begrijp die opmerking. Aan de andere kant moeten we het ook niet altijd als een bedreiging zien, zeg ik ook maar. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er agrariërs zijn die zeggen van nou, ik wil ook met asbestsanering wat gaan doen. En als ik dat kan combineren met zon op het veld, de compensatievorm, dan ligt daar misschien ook wel voor mij een kans. Dus dat is ook nog wel vaak individueel bepaald. En we gaan in gesprek met het LTO, dat heb ik al nadrukkelijk gesteld. En als ik hem zo uitleg, dan kan ik leven met deze motie, voorzitter. Motie 2, meneer Mulder. Gesteund, ChristenUnie gesteund door Partij van de Arbeid, CDA, VVD en GroenLinks en D66... om een burgerplatform op te richten. Ik vond zelf eigenlijk, ja, what's in a name, maar de omgevingsadviesraad zoals die in de toolbox stond, vond ik wel een hele mooie. Maar goed, het gaat meer over de betekenis dan om de naam. Maar misschien doe ik u nu een suggestie waar u misschien iets mee zou willen doen. En voor het overige denk ik dat dat prima past. Ik zie hem ook als een verduidelijking, accent op het participatieproces. Dus wat ons betreft, als college akkoord. Dan motie nummer 3, ingediend door de Partij van de Arbeid en ondersteund door de ChristenUnie, CDA, D66 en GroenLinks, om de project- of procesmanager de initiatieven, vooral die lokaal zijn, te ondersteunen. Het lijkt me ook zeer voor de hand licht, want ik kijk ook even weer naar het voorbeeld van Lutten. Als er zich soortgelijke projecten aandienen, en of ze nu kleinschalig of grootschalig noemen, dat maakt volgens mij niet uit. Daar zit een specifieke vorm van ondersteuning, is daar noodzakelijk om de volgende stap te kunnen gaan zetten. Daar wordt ook om gevraagd, dat heeft u vanavond ook kunnen zien. En de tweede oproep, nadrukkelijk op eigen gebouwen en gronden. Nou, ik heb volgens mij al aangegeven dat we bezig zijn met het scan van de gebieden, de gronden. En de partners daarin komen daar met een advies op terug. Zal ik het amendement ook gelijk meepakken, voorzitter? Amendement ingediend door de Partij van de Arbeid en gesteund door ChristenUnie, CDA en GroenLinks. Maatschappelijke compensatie a priori geregeld moet worden in overleg met omwonenden. Volgens mij staat dat in de tekst wat anders omschreven. U maakt het nog wat explicieter. U geeft nog wat meer nadruk aan het proces. Maar met name ook aan de compensatie voor de omgeving. Compenseren in het gebied, gebiedsgerichte investering. En dat staat ook volgens mij heel mooi in die toolbox verwerkt. Het gaat niet alleen om de directe buren van een project, maar vooral ook de brede omgeving. En als u hem zo beduidt, dan kunnen wij instemmen met het amendement. En natuurlijk, omwonenden zeggenschap. Ik zou willen zeggen, omgevingsadviesraad vind ik ook een heel mooi uit die toolbox. Maar die maakt de groep eigenlijk wat breder om mee te bepalen waar men mee naartoe wil. Kortom, voorzitter, wat het college betreft kunnen wij leven met deze moties en het amendement. Akkoord. Dat is goed om te constateren dat deze nota zoals die nu voor ligt in grote meerderheid steun heeft. Er zijn wat aanscherpingen gemaakt. Die zijn ook verwoord inderdaad via de moties en het amendement. En die worden gesteund door het college. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een schorsing of kunnen wij naar de tweede termijn? Of zegt u, gezien de beantwoording van de zijde van het college, zouden we ook tot stemming kunnen overgaan? De heer Gelling wil reageren. Ja, voorzitter, mag ik nog één korte vraag voor de tweede termijn aan de wethouder stellen? En die is in de navolging van Wacht, één moment, dan inventariseer ik even. Zijn er nog meer vragen? Want anders wou ik dat direct afkappen. In de zin van, dan is er nog één vraag, constateer ik, van de VVD. Dat is akkoord. Maar dan zijn er geen andere vragen meer. Dat is wat ik even wilde vaststellen. Dank u, voorzitter. Na deze vaststelling zal ik mijn vraag dan toch stellen. En dat is in navolging van de inspraak van meneer Noord uit de Krim, waar ik eigenlijk twee dingen van begreep. En zou ik het wethouder toch willen voorleggen. Eén is dat er in de hele Krim, ondanks de duurzaamheidstransitie, dus geen laadpaal kennelijk is voor de auto.
Maar twee intrigeert mij nog meer. En dat is dat ik begreep dat meneer zelf iets met duurzame energie wil doen op zijn huis en huurder is bij te wonen. Maar kennelijk van de grootste huizenbezitter uit onze hele gemeente te horen heeft gekregen dat daar geen ambitie is om het huis te verduurzamen. En dan vroeg ik me eigenlijk af of dat past binnen de hele transitie die hiervoor ligt. En of u dat in de prestatieovereenkomst met Beter Wonen al niet geregeld heeft. Dan wel daar haast mee zou willen maken om het alsnog te gaan regelen. Akkoord, dus eigenlijk twee vragen nog ter verduidelijking. De situatie in de Krim en de afspraken met de woningbouwcorporaties, zeg ik dan maar. Ik heb twee vragen. De ene leg ik nog even voor aan collega Jansen rondom de laadpaleninfrastructuur. En als het gaat zeg maar, om het voorbeeld van de inspreker rondom de Krim en Beter Wonen, ik denk dat we daar eens even goed naar gaan kijken. Want er ligt ook een overeenkomst met corporaties, juist onder het gebied van verduurzaming. We zetten ook energiecoaches op in, dus ik ben ook wat verrast door het verhaal. Maar voor ons ook aanleiding genoeg om met betrokkenen daarover in gesprek te gaan en uiteraard ook met de corporatie. Dus, akkoord, er wordt dus nogmaals gecheckt bij de corporaties. De heer Jansen, voor wat betreft de infrastructuur rondom de laadpalen. Ik heb de regeling niet meer helemaal paraat, maar een tijdje geleden hebben we een regeling doorgestuurd die we samen met de provincie en een aantal partijen doen om te proberen toch een net van laadpalen in de gemeente Hardenberg te krijgen, ook in de verschillende kernen. En ik zal even kijken hoe specifiek die ook bijvoorbeeld richting de Krim kan worden gemaakt. Kort, voldoende voor dit moment. Ja. Dan heb ik geconstateerd dat u zegt van we gaan direct over tot de stemming. Meneer voorzitter, ik vraag een schorsing. De heer Kloekos vraagt een schorsing. En als de heer Kloekos daarom vraagt, dan denk ik dat we dat moeten toestaan. Is 5 minuten voldoende, heer Kloekos? Ja, akkoord. De vergadering is geschorst voor 5 minuten. Dames en heren, mag ik u verzoeken om uw plekken opnieuw in te nemen? Dan kunnen wij het bespreekspunt afronden en in stemming brengen. Dames en heren, ik heropen de vergadering. De raadsvergadering van dinsdag 3 oktober 2017. En wij zijn bij het bespreekstuk agendapunt 6, de energietransitie Hardenberg. De heer Kloekost had om een schorsing gevraagd, dus ik kijk even in zijn richting. De heer Kloekost. Voorzitter, we hebben in korte tijd zoveel energie opgedaan dat ik nu al aan kan geven dat wij alle moties en amendementen zullen steunen. Kijk aan. Dat is een forse beweging hier in deze raadzaal, constateer ik. Maar ook daarin kun je inderdaad een vorm van energie herkennen. Dus dat is mooi. Dat gaan we even noteren. Want volgens mij maakt het dat wat makkelijker. Want dat betekent dat wij overgaan tot de stemming. Stemming over het voorstel, het amendement en de moties. En dat wil ik graag samen met u doen. Ik kijk of er nog meer raadsleden binnenkomen. Het zou wel mooi zijn als we dat ook in samenspraak met alle aanwezige raadsleden hier zouden kunnen doen. Alhoewel het voor, denk ik, de uitkomst niet heel veel uitmaakt. Precies. Als er me niet gevraagd wordt om een hoofdelijke stemming. Ik stel voor dat we zo vermoeden dat het toch met het roken te maken heeft. En het is stoptober. Misschien kunnen we ondertussen even vragen hoe het mevrouw Van Hoek afgaat. Ik zit hier, ik ben op tijd, dus dat gaat heel goed met mij. Dank u wel, meneer Van der Wel. Goed, na dit intermezzo stel ik voor dat we overgaan tot de stemming. Zoals gezegd, aan de orde is agendapunt 6, energietransitie Hardenberg. En ik wil beginnen allereerst met het amendement. Het amendement dat is ingediend over maatschappelijke compensatie. Ingediend door de fracties van Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, D66 heeft zich aangesloten en op koerspunt nu ook. En dat betekent volgens mij dat dit amendement per definitie is aangenomen met alle aanwezige fracties hier, maar behalve de VVD. Dus ik kijk nog in de richting van de VVD-fractie. U bent ook voor. Dus daarmee is inderdaad dit amendement raadsbreed aangenomen. Al dus besloten.
Dan gaan we naar het voorstel zelf. De energietransitie Hardenberg. Voor u ligt het voorstel om daarin stappen te gaan zetten in deze gemeente. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voorligt? Fractie van het CDA-akkoord, ChristenUnie-akkoord, GroenLinks-akkoord, VVD, D66 op koers bij nu en Partij van de Arbeid-akkoord. Daarmee is ook dit voorstel aangenomen. Motie 1, zonnepanelen op landbouwgrond ingediend door de fractie van het CDA, gesteund door ChristenUnie, GroenLinks en op koers.nu. Kijk in de richting van de VVD-fractie allereerst. Steunt u ook deze motie? Tegen, voorzitter. Tegen. Om de genoemde reden. Ja, de reden heeft u genoemd inderdaad in uw bijdrage. D66. Wij zijn om dezelfde redenen ook tegen dit voorstel. Akkoord. Tot slot de fractie van de Partij van de Arbeid. Wij zijn met de terughoudendheid kunnen we instemmen. Ja. Dus u bent, het is heel simpel, voor of tegen. U bent voor de aanneming van deze motie. En daarmee is deze motie aangenomen, constateer ik. Aldus besloten. Dan de motie 2. Rondom grootschalige projecten en het oprichten van een burgerplatform. Waarmee de belangen van de omgeving worden gewilligd, zeg maar, vertegenwoordigd. Ingediend door de fractie van de ChristenUnie, Mulder. Gesteund door Partij van de Arbeid, CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ook zojuist aangekondigd door opkoers.nu. Dat betekent dat dit voorstel ook raadsbreed, deze motie raadsbreed wordt ondersteund. En al dus is besloten in deze gemeenteraad. Dank voor de besluitvorming, wou ik bijna zeggen. Maar we hebben nog een motie 3 inderdaad. Even te snel. Ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Over de rol van de procesmanager. En initiatieven daarin wordt gesteund door ChristenUnie, CDA, D66 op koers.nu, GroenLinks. Ik kijk in de richting van de VVD-fractie en die is ook akkoord met aannemen van deze motie. Daarmee is deze motie inderdaad ook raadsbreed, wordt die gesteund. En ook gesteund door het college, maar dat was al duidelijk. Daarmee komen we aan het eind van de besluitvorming rondom dit onderdeel. In mijn beleving als voorzitter van uw raad zeg ik, is hier een hele mooie stap opnieuw gezet in de energietransitie van Hardenberg en zijn de kaders gesteld om nu samen op stap te gaan met de samenleving. Er zijn mooie voorbeelden ook hier aanwezig, zoals Lutte Leeft, maar ook genoeg andere initiatieven om hier nu echt mooie stappen in te gaan zetten in de gemeente Hardenberg. Dank daarvoor. Agenda punt 7, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Ik zie een enthousiaste hand van mevrouw Van der Hoek. En u het woord. Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar hebben we hier een wat bijzondere discussie gehad over de regenboogvlag. Mevrouw Hansen weet dat vast nog wel. En 11 oktober komt er weer aan en de gemeente heeft er een aangeschaft. En de vraag is of die dit jaar weer gehezen gaat worden en of de bode daar weer voor beschikbaar gesteld kan worden. Ja, volgens mij doe je zo'n initiatief niet eenmalig, maar zeker heeft dat een periode nodig. Hij is ook niet voor niets aangeschaft. Dus hij zal weer opnieuw 4 in top hangen vanaf deze vlagmast bij het gemeentehuis in Hardenberg. Dus daar mag u weer van op aan. Andere vragen nog, mevrouw van Veldhuizen. Ja, even een opwelling. De laatste weken hoor ik wat reuring over het openbaar vervoer. En ik zit net te pagiseren, het past eigenlijk prima in onze duurzaamheidsambitie. Om het openbaar vervoer ook de grootst mogelijke injectie te geven. En dan wil ik toch even, in ieder geval de portefeuillehouder, maar misschien ook de burgemeester vragen, maximale inzet te leveren. Om te kijken wat er vlot te trekken valt in de heropening van station Bergentheim. Ja, even een klein thema wat u zo nog even aanschiet bij de rondvragen, zullen we maar zeggen. Mag ik hem gewoon noteren als zijn de opmerking die u heeft gemaakt op dit moment? Volgens mij de portefeuille had hem goed begrepen. Bergentheim is ook in beeld. Wellicht kunnen daar... Zullen meenemen in de onderhandelingen zoals die en de gesprekken zoals die zijn met de vervoerders. Ja. Het is niet een hele korte termijn doelstelling, constateer ik. Maar misschien iets meer van langere termijn. Oké, akkoord. Nog meer
nabranders om in energietermen te blijven. Dat is niet het geval. Daarmee sluit ik deze raadsvergadering van dinsdag 3 oktober 2017. Dank voor uw inbreng en besluitvorming. En ook dank aan de mensen op de publieke tribune voor uw uithoudingsvermogen hier vanavond. We zijn nog niet klaar. U mag gerust blijven, want we gaan zo door met de oriënterende rondes in de Hardenbergzaal en hier in de raadzaal. Mag ik voorstellen zo rond 9 uur beginnen? 9 uur beginnen de oriënterende rondes. Vergadering is gesloten.